Het liberalisme is een van de politiek-maatschappelijke stromingen die in de 19e eeuw opkomt en die zijn wortels heeft in de ideeën van de verlichting. In deze video gaan we eens kijken naar wat dat liberalisme is en wat voor gevolgen die opkomst van het liberalisme heeft. Nou, liberalisme, daar zit Liber in, staat voor vrij, vrijheid. En een van de belangrijkste uitgangspunten van het liberalisme is dan ook dat het individu zo vrij mogelijk moet worden gelaten. Individuele vrijheid. Iedere persoon die moet zo vrij mogelijk zijn. Op het gebied van bijvoorbeeld uh, politiek, daar moeten vrije keuzes in gemaakt kunnen worden. Op het gebied van economie, mensen moeten een eigen bedrijfje kunnen beginnen, zo hard mogelijk voor zichzelf moeten werken. En op het gebied van geloof bijvoorbeeld ook, dat mag niet worden opgedrongen of afgedwongen of iets dergelijks. Want is de gedachte van liberalen: als uh, mensen zo vrij mogelijk worden gelaten om zichzelf te kunnen ontwikkelen, te kunnen ontplooien. Ja, dan is dat niet alleen goed voor dat individu, maar als we dat allemaal dus doen, dan komt dat ook ten goede aan de maatschappij. En waar liberalen dus voor waken is voor een overheid die te veel wil reguleren, die zich te veel met zaken wil bemoeien. Dat is iets waar ze, uh, wat ze liever niet zien, want zeggen zij: dan, dan, dan maak je mensen lui en afhankelijk. En wat moet moeten staat en overheid dan wel doen? Er zijn een paar zaken waar ze wel voor moeten zorgen. Zorgen dat de natuurlijke rechten van mensen gegarandeerd zijn. En bijvoorbeeld ook zorgen dat het land veilig is. Hè? Dus ze moeten een leger zijn dat mensen beschermt tegen buitenlandse vijanden. En ook de binnenlandse orde moet door de politie bijvoorbeeld gehandhaafd worden. En voor de rest is het wel fijn als het bruggen en wegen en spoorlijnen en dergelijke, als dat allemaal ook vanuit de overheid gaat, de openbare werken worden uitgevoerd. Maar voor de rest. Vooral niet zoveel bemoeienis, alsjeblieft. Want laat de mensen het maar gewoon zelf uitzoeken. Laat ieder maar zichzelf zoveel mogelijk ontwikkelen. En die belangrijke waarde van veel verlichte denkers, vrijheid, die zie je dus heel duidelijk terugkomen bij die politiek-maatschappelijke stroming van het liberalisme. Nou, waar streden die liberalen dan in de 19e eeuw voor? Er zijn eigenlijk een paar dingen. Ten eerste voor gelijke burgerrechten. Hè. Dus we, we zagen al dat dat uh, lang niet altijd voor iedereen gelijk was. Dus uh, als mensen zich moeten kunnen ontwikkelen, moeten ze ook wel gelijke burgerrechten hebben. En bijvoorbeeld ook voor de uitbreiding van het kiesrecht, want dat hangt er nou mee samen. We vonden lang niet alle liberalen, maar uh, naarmate de tijd vorderde, naarmate die 19e eeuw verstreek, waren er wel steeds meer liberalen die zeiden van ja, het kiesrecht moet worden uitgebreid. Want anders is er geen vrijheid op politiek gebied. Ja, het is leuk, dit zijn allemaal ideeën en idealen. Maar wat betekent dat nou in de praktijk? Heeft het dan ook grote gevolgen? Jazeker, en dat zagen we bijvoorbeeld in de jaren 30 van de 19e eeuw. Want we hadden dat Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gezien. Waar dus ook België en Luxemburg bij hoorden. En in 1830 komen de Belgen in opstand. En dat is vooral een liberale opstand. Want die liberalen die in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk eh, leven, dus eh, in, in, in tegenwoordige België, en ja, die zijn behoorlijk ontevreden over verschillende zaken. Eh, ten eerste over de grote macht van de koning, want dan is er dus weinig politieke vrijheid. Uh, ook aan het gebrek aan burgerrechten zoals bijvoorbeeld persvrijheid, er was behoorlijk wat uh, censuur nog, je kon niet zomaar alles publiceren. Nou, dat gaat ook in tegen uh, dat liberale gedachtegoed. En die Belgen die vonden ook dat ze door die Hollanders hè, en door die Hollandse koning echt als tweederangs uh, burgers werden behandeld. Want Nederlands was de voertaal en bijvoorbeeld niet het Frans. Uh, het was vooral een protestant land en veel Belgen waren katholiek. En ook in bestuur gingen de belangrijkste posten naar Nederlanders toe. Dus hier zit ook een tikje nationalisme in bij die Belgische opstand. Maar het is toch met name een liberale opstand. Want die Belgische liberalen die wilden gewoon meer vrijheden hebben. En bovendien vonden ze ook van ja wij kunnen prima ook zonder die Nederlanders. Want het ging op dat moment ook hartstikke goed met, uh, met, met België. Want dat industrialiseerde enorm. België was veel rijker dan, uh, dan Nederland. En ja, die liberalen als zoiets van ja, hallo, dan, dan, dan willen we gewoon ons eigen land hebben. Nou, het gevolg daarvan is dus ook dat België onafhankelijk zal worden. Dus je ziet hier al dat het liberalisme grote gevolgen heeft in Nederland. En dat zal ook 18 jaar later zo zijn, in het jaar 1848. Het is een belangrijk jaar in de Nederlandse politiek, omdat er dan heel veel verandert. Voor 1848 was er in Nederland veel macht bij de koning. Nou, dat zagen we net ook al, daar wilden die Belgische liberalen ook al niks van, niks van weten. Hoe was dat dan geregeld? Nou ja, er was wel een grondwet, maar die grondwet die was eigenlijk zo geschreven dat alle macht toch wel vooral bij de koning lag. Eerst eh, koning Willem I, later Willem II en dan Willem III. Er was bijvoorbeeld wel een parlement hè, dat dus eigenlijk ook de koning en zijn regering moest uh, controleren. Maar ja, de koning kon dat parlement laten ontbinden als hij dat wilde, kon dat parlement gewoon naar huis toesturen. Uh, de koning die mocht ook zelf uh, zijn ministers benoemen. En ja die benoemde dus ministers uh, die vrienden van hem waren. En bovendien hoefde er niet altijd helemaal een wet gemaakt te worden. Want de koning kon ook altijd een zogenaamd koninklijk besluit nemen. En dan kon hij gewoon dus besluiten dat er iets moest gebeuren zonder dat het parlement of ministers daar verder invloed op hadden. Dus veel macht bij de koning. Nou Dat is iets waar liberalen dus van groeien. En ook in Nederland zie je dan dus dat er steeds meer kritiek op komt. En als er dan in 1848 overal in Europa liberale opstanden uitbreken. en dat waar de bevolking meer inspraak eist. Ja, dan wordt het de Nederlandse koning ook wel een beetje heet onder zijn voeten. En dan, dan zegt hij dus ook tegen een van de meest vooraanstaande liberalen in die Tweede Kamer, Johan Rudolf Thorbecke. Torbeke vriend, jij hebt al langer gezegd dat er een nieuwe grondwet moet komen. Wil je alsjeblieft een meer liberale grondwet gaan schrijven? Nou, en dat zien we dus in 1848. De grondwet wordt herzien. Het is dus niet de eerste grondwet, maar de grondwet wordt wel behoorlijk aangepast. En dan zie je al die liberale ideeën in terugkomen. Nou, hoe ziet dat er dan uit? We laten weer even die drie partijen erbij pakken. En die grondwet zelf natuurlijk. Nou, ten eerste zien we in die grondwet dat er allerlei nieuwe vrijheden in staan. Bijvoorbeeld de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van vereniging en vergadering. Typisch liberale ideeën. Vervolgens zien we ook dat de macht echt weg wordt gehaald bij de koning en meer bij het parlement en bij de ministers komt te liggen. Die koning blijft wel lid van de regering, is onze koning nu ook nog steeds... Uh, hij is onschendbaar ook, dat, dat wordt in die grondwet vastgelegd. Dus hij kan nooit de schuld krijgen van iets of zo, van een bepaalde uh, maatregel die de regering invoert. Maar daardoor is zijn rol dus wel een stuk kleiner geworden. Nou dat parlement, die eerste en die tweede kamer, die rol die wordt juist een stuk groter. Het past hier niet allemaal. De belangrijkste verandering zit ook misschien wel in die tweede kamer, dus die pak ik er even bij. En uh, die tweede kamer die wordt voortaan gekozen door burgers met censuskiesrecht. He, dus, dus die, werd niet meer, die parlementsleden die werden niet meer aangesteld door de koning of iets dergelijks. Nee, die worden gekozen door de burgers. Er is kiesrecht, er is weliswaar census kiesrecht. He, dus er is een bepaalde grens wanneer je mag gaan stemmen. Maar toch, dat is een stuk democratischer dan dat het voor 1848 was. En die Tweede Kamer, die mag voortaan ook ministers ontslaan. Dat kunnen ze natuurlijk niet zomaar doen, maar dat is wel uh, een, een maatregel die ze uiteindelijk kunnen nemen, waarmee ze dus ook echt de regering goed kunnen controleren. En hier zie je dus die scheiding van die macht van Montesquieu ook in terugkomen. Nou, even door naar die regering en naar die ministers. Die ministers die krijgen voortaan ministeriële verantwoordelijkheid. Die koning is onschendbaar, die is dus niet meer verantwoordelijk voor het beleid van de regering. Nee, dat komt bij de minister te liggen. En die kan er dus op worden afgerekend als een bepaald beleid of een bepaalde wet niet goed uitpakt. Maar daardoor komt de macht dus in feite ook steeds meer bij die ministers te liggen. En Thorbecke zorgde met zijn grondwetsherziening voor dat Nederland in één klap uh, zo'n beetje de meest moderne grondwet van de hele wereld heeft. Het is nu nog steeds uh, de basis van onze eigen grondwet en er zitten dus heel veel liberale ideeën in verwerkt.